Hoi en welkom bij Fem. Vandaag ga ik jullie laten zien hoe je deze schattige kleine stelletjes kan maken van grote rietjes. Dit is een pak met lange rietjes, die komt van de Action. Zo ziet het eruit, maar je kan ze ook vaak vinden op feestjes of in restaurants. En dat is het leuke eraan. Dit is echt zo'n leuke party trick die ik jullie ga leren. Je hebt echt deze hele lange rietjes nodig, want met korte lukt het niet. Dan krijg je de ster niet goed af. Dit is hoe die er uiteindelijk uit hoort te zien. Super cute, het is gewoon voor de fun. Een leuke dingetje om te doen, een trucje. En ik ga een paars rietje gebruiken om het te laten zien. Het eerste wat je doet, is je maakt het rietje plat. Dat kan je met je vingers doen. Of je gebruikt iets anders zoals een pot of zo om het echt goed plat te maken. Je zal zo het verschil zien tussen handen en pot. Dan vouw je hem dubbel. En vervolgens vouw je hem zo met een hoek van 90 graden. Zodat er eigenlijk een driehoekje ontstaat beneden. Van 90 graden. Dan neem je de bovenste. Dus eentje steekt naar rechts, eentje steekt omhoog. Die klap je om de zijkant. Nee, hoe zeg ik dit? Die klap je eromheen. Dan klap je de andere weer omheen. Net als een trappetje. Zoals je dat vroeger op school deed. Dat zie je ook wel, zo. En nu heb je weer een 90 graden hoek. En die vouw je zo naar de punt toe. Dus je vouwt hem weer dubbel. Je hebt nu als het ware een driehoekje. Dan doe je precies hetzelfde. Bovenste eroverheen. Zijkant eroverheen. Goed aandrukken met je nagels de hele tijd. Kijk, een trappetje. Heel goed aandrukken, anders gaat hij los. En weer omhoog. Bovenste naar beneden. Zijkant opzij. De derde is dit alweer. Goed aandrukken. Hoe verder je gaat, hoe lastiger het wordt. En je gaat net zo ver door totdat je er 5 hebt. Dit is de 5e. Nu heb je de vorm van een ster. Nu ga je wikkelen. En dit is heel makkelijk. Je gaat weer nog steeds die hoek maken eigenlijk. En dan ga je over elkaar heen. Oeps, een beetje uit beeld. Eroverheen, de onderste, eroverheen. Zo, dan. Zie je? Je ziet nog steeds die hoek erin. Eroverheen. Die, eroverheen. Eroverheen. En langzaamaan ontstaat de vorm van het stelletje. Je gaat net zo lang door tot je bijna niet meer kan. Dus je denkt, oké, nu gaat hij echt te kort worden. En dan neem je dat laatste stukje, wat je eigenlijk eroverheen zou doen, en die prop je ertussen. In de vouw die daaronder zit. Zo. En nu heb je de ster. Yay! Nu wil je eigenlijk die uiteindes afknippen. En dit gebeurde terwijl ik aan het filmen was. Ik had dit totaal niet door. Ik liep eventjes naar het keukenkastje om een schaar te pakken. Maar ja, de stelletjes zijn ook hele leuke speeltjes voor katten, zo te zien. Goed, de schaar. Je knipt eigenlijk gewoon dit nu af. Die zit goed erin. Die andere die zit er ook goed in. En dit is het. Dit is hoe je zo'n stelletje maakt. Je ziet hier duidelijk verschil tussen een ster die je alleen met je vingers hebt aangedrukt. Dat is de roze. En die je echt hard met een voorwerp hebt aangedrukt. Dat is de paarse. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Bedankt voor het kijken. En tot snel. Nou, welkom bij Fem. Ik ga jullie vandaag laten zien hoe je deze vrolijke paasnagels kunt maken. Het is heel erg makkelijk, maar het ziet er wel gewoon heel vrolijk en feestelijk uit.